stekje maken. Spannend, hè? En je kan best zeggen. Maar dan moeten wij met roze attribuutjes gewoon. Allereerste keer? Ja. Ja, deze cursus heb je. Ja, maar nu dit. Nee, zaak heb ik al gedaan. Oké, en waarom bent u dan toch hier? Omdat er een aantal dingen waren die ik niet kon. En dat zijn echt details die je heel erg goed leert. En heb je geen man of zo die je erbij kan helpen? Nee, ik heb ook geen zin om daar steeds iemand voor te vragen. Dat snap ik. Het is prettiger om het zelfstandig te doen. Ja, precies. Ja. Ja. En wat wilt u leren hier? Elektriciteit aansluiten. Goede gaten in de muur boren, zonder dat alles weer naar beneden. Ja. En een stukje hout af kunnen zagen. Oké, nou hartstikke mooi. Succes. Gaan we proberen. Ja. Dank je. Esther en we zijn op het moment bij de cursus Klussen voor Vrouwen. We geven een basiscursus en dat houdt in dat ze eigenlijk kennis maken met al het gereedschap wat er is. Oké, en waarom deze basiscursus? Omdat we vinden dat vrouwen eigenlijk ook gewoon zelfstandig alles in huis moeten kunnen doen. En soms net niet weten hoe het moet. In zoverre hebben we de juiste schroef bij het juiste bitje en gebruik je de boormachine. En soms is dat voor vrouwen wat angstig en daardoor door naar vandaag zijn ze meestal over de angsten heen en gaan ze gewoon lekker zelf aan de slag. Ja, dat ook de eerste keer dat u hier bent. Spannend? Hartstikke leuk. Ik kan al iets, maar meer techniek. En wat is de motivatie om hier te komen? Zodat je zelf dingen thuis kan doen. Ja, maar er zijn al dingen natuurlijk die u wel kan op dit gebied. Wel eerder. Ja, en wat wilt u leren? Ja. Vroeger. Een beetje met een decoupeerzaak, maar dan niet veel. Nee, en waar kijk je naar uit? Eigenlijk had ik om eventueel een muur te echt organiseren. Ah, ja. Dus, nee, oké. Met tips om te kijken hoe je iets beter kan doen. Ja, oké, mooi, succes. Dat is prima. Ik schrijf lekker dikker. En hoe komt dat bij mannen dan meer is? Ja, dat is traditie natuurlijk, maar... Mannen, die lezen ook nooit... Nou, gaan we verder. Dat is grappig. Lezen nooit de gebruiksaanwijzing. Ja, dat klopt toch? Mannen beginnen meestal ergens aan en die zien wel waar het eindigt. Ja. Vrouwen is eigenlijk soms wat huiveriger daarvoor. Ja, zijn bang om te falen of zo. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ja, het is een beetje algemeen gezegd, maar... Een beetje algemeen gezegd, maar... bang om ergens aan te beginnen omdat het onbekend is. Ah, ik denk iedereen heeft dat toch op zijn eigen gebied. Ja, misschien wel, ja. Ja. Hoe ga je Ja, klustalent, hè? Hier, hallo.
Oké, waar zijn ze nu mee bezig? Ze hebben net uitleg gekregen over de zaag en hoe te zagen. Ja? Dus we doen een stukje aftekenen met de juiste gereedschappen. Je ziet er is er een met de decoupeerzaag bezig, van, hè, dat je daar bochten mee kan zagen, maar daar ook gewoon heel goed rechtdoor mee kan zagen. Ja. Hoe hou je de zaag vast? Leg je werk vast, dus een stukje veiligheid waar ze op moeten letten. Dit is... je doet het in verschillende gemeentes, hebben jullie dit gedaan? Hè? Ja. En de feedback, wat vinden ze het prettigste, of wat, waar hebben ze het meest aan gehad? En wat... Waar ze het meest aan gehad hebben, is toch wel de klopboormachine, dat ze die in hun handen hebben gehad en werkelijk hebben gebruikt. En dat ze de juiste bitjes bij de juiste schroeven, dat ze dus in de bouwmarkt niet weg kwijtraken, maar dat ze gewoon weten waar ze op moeten letten voordat ze beginnen. Oké. En als laatste, is er nog iets wat je jou verbaasd hebt of heeft? Bij de reacties of bij het doen van de cursus? Ik vond het verbazingwekkend hoeveel vrouwen zich aanmelden. Hoeveel vraag er eigenlijk naar is. Dat men zo enthousiast blijft om toch op de cursus te komen. Nou, ja. Hartstikke mooi. Is er nog iets wat je wil vertellen? Of hebben we het hiermee gehad? Ik denk dat we het hiermee gehad hebben. Gewoon aanmelden. Ja, hartstikke mooi. En wanneer zijn er nog cursussen? Of zijn er nog cursussen? We hebben nog één cursus. Volgende week nog cursus in Terneuzen. En er staat er nog één in Renesse voor de zomervakantie. En na de zomervakantie gaan we ook andere cursussen aan. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Op de website www.deplusvrouwen.nl. Oké, dankjewel. Dankjewel.